Achtbaan, reuzenrad, superzweefmolens. Wat kan je nou beter doen met een dagje vrij dan een beetje spelen in een attractiepark? Dit is echt een geluksdag. Jurre? Ja, wacht even hoor. Jurre! Ja! Joehoe! Milen, hey, moet je nou zien, ik ben bezig met een achtbaan. Oeps. En al uren en dit is ervan gekomen nu. Sorry, het werd echt heel mooi hoor. Sorry. Ja. Ah, het zag er trouwens ook niet al te stevig uit hoor, dat bouwwerk. En sinds wanneer heb jij nou verstand van constructies, Milen? Ik bedoel, wat? Van constructies, dus bouwwerken, verbindingen, stevigheid, al die dingen. Weet je toch niks van, joh? Nou, toevallig weet ik daar best wel het een en ander van. Ja? Dus als je mij een minuutje geeft, dan vertel ik je zo meteen alles over hoe je de mooiste, de beste, de stevigste achtbaan maakt. Zeker weten? Dat is ook wel een stevig hek volgens mij. En of dat nou zo slim is, Milen? Nou, wordt vervolgd zo meteen dit ook. Eerst maar het nieuws, hè. Hele goede morgen allemaal. En intussen is Milen natuurlijk druk bezig met haar zoektocht van vandaag. We gaan live over naar Milen. Wat is het geheim van de stevigste achtbaan? Daar wil ze achterkomen. Nou, oh, daar is Milen, achter bij dat hek. Milen, kom eens even deze kant op. Milen, hoe ga je dat precies aanpakken? Jurre? Ja? Ik ben zeker druk op zoek naar het geheim van de stevigste achtbaan, maar... Maar nog niet echt wijzer geworden, zo te zien, denk ik, hè? Nee, maar dat duurt niet lang meer. Maar hoe ga je dat dan... Ze zijn nog niet open, hoor, volgens mij. Milen gaat gewoon illegaal naar binnen. Oké, als dat maar goed gaat. Nou, wij gaan even door met het nieuws, Milen. Ik weet het. Dit ziet er een tikje verdacht uit. Maar ik heb een heuse missie. Wat is het geheim van de stevigste achtbaan? Jurre is namelijk bezig met het maken van zijn eigen achtbaan. Maar volgens mij is zijn constructie niet echt stevig. Ik bedoel, hij gaf hem een klein tikkie en toen stortte hij zomaar in. Die achtbaan, niet Jurre. Dat moet volgens mij beter kunnen. En daarom ben ik hier. Want hier weten ze alles, maar dan ook alles van constructies. Wow, wat een gevaarte. Moet je voorstellen dat hier 30 mensen tegelijk heel hard door de bocht roetsen en over de kop gaan. Zo'n achtbaan moet natuurlijk heel veilig zijn. En daarom is het belangrijk dat de constructie van zo'n attractie supersterk is. Eens even zien. Ja, dit is ook een constructie. Een constructie, dat is iets wat is opgebouwd uit verschillende onderdelen die samen
een bepaalde functie hebben. In dit geval steun geven. Stoel, tafel, huis, brug, wolkenkrabber. Bijna alles om je heen is een constructie. Over een constructie moet goed worden nagedacht, zodat die zo veilig en zo stevig mogelijk is. En daarom is het belangrijk om te weten van welk materiaal je zo'n constructie maakt en hoe je hem precies in elkaar gaat zetten. En volgens mij zijn dat nou precies die dingen die Jurre ook moet weten om zijn achtbaan super stevig te maken. Ben jij die nieuwe? Goed dat je er bent. We moeten namelijk nog heel veel constructies controleren. En het park is vandaag dicht, dus we hebben alle tijd. Hier, hup, aan de slag. Zo. Ja, deze achtbaan die is natuurlijk stevig. En dat is wel zo veilig. Maar hoe komt het nou precies dat deze achtbaan zo sterk is? Nou, een constructie wordt stevig doordat de onderdelen ervan een speciale vorm hebben. Kijk, je ziet daar bijvoorbeeld die driehoekige vorm. Zo'n driehoek zie je terug in heel veel constructies, want een driehoek is enorm sterk. Als er namelijk druk op wordt gezet, verandert een driehoek niet van vorm. En dat is natuurlijk belangrijk, want als daar een karretje overheen rijdt met ontzettende snelheid, kracht en gewicht, dan wordt er natuurlijk heel veel druk op deze driehoek gezet. De kracht die terechtkomt op deze driehoek wordt gelijkmatig verdeeld over deze drie zijdes. Kijk, als ik zo ga staan en mijn voeten naast elkaar, dan sta ik niet echt stevig. Maar als ik zo ga staan, in een driehoek dus, hey, is dat koffiepauze eigenlijk? Nee, even doorwerken nog. Hup. Als je goed kijkt, dan kom je overal in constructies zo'n driehoekige vorm tegen. Ook het materiaal is natuurlijk heel belangrijk voor de stevigheid. Kijk, zo'n achtbaan die kan je natuurlijk niet laten rijden op een driehoekige constructie van papier. Nee, deze achtbaan is van supersterk materiaal. Staal! Het materiaal heeft zelf ook weer een vorm en dat noem je een profiel. Papier is niet zo heel sterk. Kijk, ringsleutel hang ik eraan en aha. Datzelfde papiertje opgerold, dit noem je een O-profiel. Dit is veel sterker, kijk maar. Tadaa! Holle buizen zijn veel sterker dan buizen die niet hol zijn. En ze zijn ook nog eens veel lichter, dus veel makkelijker te verplaatsen bij het maken bijvoorbeeld van zo'n achtbaan. Spelen, spelen, spelen. De hele tijd spelen. Weet je wat jij mag doen? Die holle O-profielen die worden heel goed aan elkaar vastgemaakt met bouten en moeren. En dat zit heel goed vast. Dat is niet alleen voor de stevigheid dat ze aan elkaar vast worden gemaakt met bouten en moeren. Zo kun je ze ook nog eens een keer uit elkaar halen. Bijvoorbeeld als je onderhoud moet plegen of zo. Kijk, je had ze aan elkaar kunnen lassen, maar ja, dan kun je ze nooit meer uit elkaar halen. Oh. Phew. Nou, als het gaat om constructies,
dan heeft zo'n achtbaan het allemaal. En dankzij die stevige vorm en het sterkste materiaal kunnen wij een hele hoop plezier beleven. Dit zijn bijvoorbeeld de raarste, de snelste, de hoogste achtbanen ter wereld. Oké, daar word je best duizelig van. Hoe? Nou, misschien kunnen we ze hier ook wel laten rijden. Ze zijn ook allemaal hetzelfde. Jij wil liever spelen? Jurre? Ja, Milen? Kort geval mijn laatste uur geslagen heeft. Ja. Driehoeksvorm. Ja. Holle buizen. Ja. Stevig materiaal. Ja. Heb je dat? Dan is mijn missie geslaagd. Denk ik. Oké, Milen, succes. En dankjewel, want ik heb daar zeker wat aan gehad. Kijk maar eens. Tada! Hoe vind je hem geworden? Mijn achtbaan, ik ben er heel trots op. En ondanks dat al dit materiaal van plastic is, heb ik er toch een stevig bouwwerk van kunnen maken. Bijvoorbeeld dankzij hier de driehoeksconstructie. Zie je dat? Een driehoek, dus die maakt het heel stevig. Nou, en sommige plastic bouwstukjes zijn hol. Dit stukje bijvoorbeeld, het is heel licht daarom en toch stevig. Net als de metalen buizen die ze bij de echte achtbaan gebruiken. Kijk maar, het is super sterk. Nou, en dan nog iets, de onderdelen van die echte achtbaan die worden vastgemaakt dus, hè, met moeren en bouten. Zo. En die moer die past precies zo op die bout. Schroeven ze erop. Hop, 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 hop. En zo ontstaat de constructie die je vast en ook weer los kunt maken. Gewoon losdraaien. Nou, dat heb ik hier met mijn plastic ook. Kijk maar, ik heb hier twee losse onderdelen. En de ene vorm past precies in de andere vorm. En het zit dan ontzettend stevig. Maar ik kan het ook weer uit elkaar halen als ik dat wil. Nou, en dat heb ik heel vaak gedaan hier. En zo heb ik die prachtige achtbaan kunnen bouwen van allemaal kleine plastic staafjes. Dit soort staafjes zit er een heleboel in. Nou, zullen we maar gewoon uitproberen? Hier is het karretje. Ja. 1, 2 en hop, daar gaat hij. Oh. Hij zou hier natuurlijk gewoon doorheen moeten rijden. Maar ja, zo'n attractie maakt natuurlijk gebruik van zwaartekracht, hè, om naar beneden te komen. Maar ik heb duidelijk meer zwaartekracht nodig om door die looping te komen. Milen, zwaartekracht is dus heel belangrijk voor een attractie, zo blijkt. Nou, Jurre, op dit moment zou ik wensen dat er helemaal geen zwaartekracht bestond. Of zo. Leuk uitzicht. Vanaf hier. Dit is niet normaal, jongens, echt. Leuk. Ik sta met beide benen op de grond. Dankzij de zwaartekracht. Gelukkig. Kijk, achtbanen en deze freefall die maken gebruik van dezelfde zwaartekracht. En als deze bak met stoelen eenmaal bovenin is, dan hoef je hem eigenlijk alleen maar los te laten. En dan stort hij door de zwaartekracht, hop, naar beneden. En gelukkig remt hij wel op tijd. Om die bak met stoelen los van de aarde te laten komen, dus omhoog te takelen, heb je behoorlijk wat kracht nodig. Want de zwaartekracht die trekt altijd aan voorwerpen, dus ook aan die bak. En die trekt ze terug naar de aarde. Maar je kunt de zwaartekracht verslaan. Bijvoorbeeld met zulke katrollen. Nou, dankjewel Milen. Nou, we weten nu alles over hoe een achtbaan werkt. En de karretjes worden hier nu omhoog getrokken. En ik hoop dat het straks genoeg zwaartekracht geeft
om het hele rondje te maken. Laten we gaan kijken. Ik ben er klaar voor. Iedereen ook? Daar gaat hij. 1, 2, los! Ja hoor! Oh ja! Ja! Het is gelukt! Mooi. Nou, door met de prijsvraag. Fantastisch. He, heel tevreden. En hier is Milen met de prijsvraag van deze week. Milen, alles goed? Ja. Ik wilde toch al geen monteur worden of zo. Nou, we hebben in ieder geval gezien dat je overal constructies tegenkomt. En vaak in een constructie kom je een driehoeksvorm tegen, omdat driehoeken stevig zijn. Vaak zie je om die reden ook O-profielen. En dit is ook een profiel. De vraag van deze week is, hoe noemen we dat profiel? Ja, en weet je het nog niet helemaal? Kijk dan in het werkboekje. Daar vind je vast wel extra informatie over deze vraag. Heel veel succes ermee. Nou, dan ga ik er nu eens even lekker bij zitten. Want het is tijd voor Wouter vanaf zijn wonderlijke werkzolder. Wouter, kom er maar in. Hé, ik moet van mijn moeder opruimen. Waarom willen moeders altijd dat dingen netjes zijn? Wat heb je nou aan netjes? Hey. Dit is leuk. Mijn oude speelgoed. Oh, Knuffy. Gerda, mijn oude Knuffy. Oh, Ah, te gek hier. Mijn oude Barbie. Nou ja, zeg, hoe komen die hier nou terecht? Stomme meisjesdingen. Die heeft mijn nichtje hier zeker een keertje laten liggen. Hé, mijn knikkers. Ja, vroeger dan ging ik weleens met één knikker naar school en dan kwam ik met zakken vol terug. Of was het nou andersom? Schiet het al een beetje op, Walter. Overbodige rotzooi gewoon weggooien, hè? Ik wil niks weggooien. Mijn rotzooi is niet overbodig. Ik maak mijn eigen knikkerbaan. Dan zijn mijn knikkers niet meer overbodig. We beginnen met een staander. Zo. En dan gaan we nu een gootje maken. Zo hoog mogelijk beginnen, zodat je knikker lekker lang onderweg is. Voor een bochtje moet je het gootje even inknippen. Maar niet mijn knikkers, want die heb ik nodig voor mijn knikkerbaan. Oké, maar de rest wel. Oké. Roller 2000, de gaafste knikkerbaan van heel West-Europa. En geen oude rotzooi meer te vinden. Ook een mooie baan. En wil je nou zelf het proefje uitvoeren? Samen met Science Center Nemo hebben we deze werkbladen gemaakt. En die kun je gewoon downloaden via onze site. Ja, en zoals ik in het begin van de uitzending al vertelde, er zijn vanaf morgen met Experiment en allerlei musea spannende proefjes te doen die te maken hebben met techniek. En Milen en ik zijn er ook bij. Morgen op 16 februari, dan ben ik in Geofort in Herwijnen. En Milen die staat op 1 maart in het Ithaca Science Center in Venlo. Kom gezellig langs, lijkt ons heel leuk. Of kijk op de site van Experiment waar je die proefjes nog meer kunt doen. Nou, voor de uitzending gaan we nu 2 weken vakantie vieren. En dan zijn we er weer uit mijn hoofd op vrijdag 8 maart. Duurt nog heel lang, maar ach, het is het zo weer. Tot dan, hè. Een fijne vakantie. Ik zie je bij Experiment. Nou, dan ga ik de achtbaan weer starten. Ja hoor, daar gaat hij. Hoppatee. Ik heb nog een extra duw. Dat helpt niet. Hij moet nu toch een keer goed door die looping. Zo, ja. Fantastisch. Wow.